Wil jij graag een online bedrijf starten, maar weet je nog niet precies waarin of hoe je dit moet aanpakken? Heb je niet echt de idee op dit moment, de creativiteit ontbreekt eventjes? Geeft niks. Ik heb vandaag in ieder geval 5 ideeën voor je op welke gebieden jij een online bedrijf zou kunnen opzetten. Dus laten we er meteen mee beginnen. Tip nummer 1 die ik je zou willen meegeven, of idee nummer 1. Start een membership. Start een online membership. Hierbij valt dus te denken aan bijvoorbeeld, denk aan de grote bedrijven, Netflix, en Spotify. Dus je kunt misschien wel met jouw product iets op gaan zetten waarbij mensen maandelijks een bepaald bedrag betalen. En van daaruit dat jij natuurlijk een stabiel maandelijks inkomen kunt creëren. Dit is een van de grote voordelen en daarom ook mijn favoriet, daarom begin ik hier ook mee. Ik heb zelf mijn business opgebouwd door te starten met memberships. Met één membership, met één programma. En daarmee kon ik uiteindelijk dan rondkomen en van daaruit verder gaan groeien. Maar het geeft heel veel rust om dat met stabiliteit te doen. Dus kijk daar eens naar of jij jouw bedrijf zo kunt vormgeven dat jij dit kunt doen. Ik heb dit gezien en ik heb de mensen in begeleid die dit bijvoorbeeld doen op het gebied van fotografie. Dus het kan echt letterlijk met alles. Met breien, dit kan met video's maken bijvoorbeeld. Dus kijk eens wat jij op dit moment doet, koken. Het kan met vrijwel alles dat je zo'n soort programma ontwikkelt. Dus kijk eens of het iets voor jou is. Het tweede wat je ook zou kunnen doen, je zou iets kunnen gaan starten met het maken van een online programma. Ook hier gelden dezelfde dingen weer voor. Je kunt het zelfs met koken doen. Je kunt dit opnieuw met breien, foto's, video's. Op elk ander gebied kun je dit weer gaan toepassen. Er gelden dezelfde regels als membership. Het voordeel van een online programma is dat je in één keer vaak meer geld kunt vragen dan voor een membership. Dus wil je op de korte termijn meer geld, dan kan een online programma daar veel beter bij werken. Wil je meer een maandelijk stabiel inkomen, dan kunnen memberships daar juist weer heel sterk voor zijn. Idee nummer 3 wat ik voor je heb om je eigen online business op te zetten is: verdiep jezelf eens in affiliate marketing. Affiliate marketing is niks anders dan dat je bijvoorbeeld een website bouwt en jij zet daar een blog op. En in dat blog raad jij een bepaald, laat ik het voorbeeld van mezelf pakken. Ik raad wel eens een boek aan in een van mijn blogs. Daar zet ik het linkje in naar bol.com. Als iemand op dat linkje klikt en van daaruit iets gaat kopen op bol.com, dan krijg ik daar een klein percentage over. Die persoon die betaalt er niks extra's over. Ik krijg dat geld vervolgens van bol.com. En op die manier kun je daar invulling aan geven. Ik weet niet of dat bij deze video ook het geval is, maar kijk dan eventjes hieronder. Waarschijnlijk heb ik daar ook al een linkje in staan dat ook een affiliate link is. Koop je via die link. Nogmaals, jij betaalt niks extra's. Alleen het bedrijf waarvan dat linkje is, die geeft mij een deel van hun inkomsten. Dat is affiliate marketing, dus daar zou je eens naar kunnen kijken. Dit is vaak wel een lange weg, net als met memberships, om goed te presteren. Maar heb je dat eenmaal voor elkaar, ja, dan heb je maandelijks dus echt een mooi vast inkomen. Het vierde idee wat ik voor je klaar heb staan is: geef 1-op-1 coachings. En dan bedoel ik natuurlijk online coachings, Skype coachings bijvoorbeeld. Een hele makkelijke en simpele manier om in contact te komen met mensen is door deze 1-op-1 coachings online te doen. Je hebt er geen geld voor nodig. Skype kun je bijvoorbeeld gratis installeren. Dus je kunt al helemaal starten met nul effort, om het maar zo te zeggen. Heb je je eerste coachingsklant, ja, dan heb je die op die manier heel mooi binnengehaald. Dus het is zeker een overweging waard om daarover na te denken. Je kunt het ook in grotere groepen gaan doen. Dan zou je even moeten kijken naar welke softwareprogramma's wil je daarvoor gebruiken. Maar dat zijn ook mogelijkheden. En het vijfde en laatste idee om jou een online bedrijf vorm te geven. Of een idee te geven. Of jouw inspiratie te geven in hoe je dit zou kunnen doen. Is: bouw een social media bedrijf bijvoorbeeld. En dit is één onderdeel. Hè? Dus je kunt in elke niche kun je dit gaan bouwen. Maar laten we het voorbeeld van social media pakken. Er zijn nog heel veel bedrijven of heel veel mensen die niet precies weten: hoe pak ik social media aan? Hoe word ik consistent? Welke kleuren passen goed bij elkaar? Weet je? En de marketing. En die ook hun marketing willen uitbesteden. Dus wat je zou kunnen doen is dat je graag een marketingbureau gaat opzetten. En dat je van daaruit bedrijven gaat helpen om hun social media in te richten. Dit is ook iets wat je dus compleet online kunt gaan doen. En hetzelfde geldt voor andere niches waar je graag in wilt zitten. Dus kijk eens van: ja, wat speelt er bij iemand anders? Waar is de vraag naar? En hoe kan ik ervoor zorgen dat ik dan zo'n soort bureau creëer? Dus in dit geval noem ik het een social media bureau. Maar dit kunnen verschillende invalshoeken zijn.
Nou, ik hoop dat je iets hebt aan deze 5 ideeën, dat het je wat inspiratie geeft. Heb jij je eigen online business al opgezet? Heb je iets aan deze ideeën? Mis je nog een bepaald idee waar je wellicht ook iets mee kunt? Laat het me dan eventjes weten door een reactie hieronder achter te laten in deze video. En dan hoop ik je, bericht te ontvangen. Wil je nu meer tips en inspiratie op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en online ondernemen? Vergeet je dan niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. En dan hoop ik je natuurlijk de volgende keer weer te zien en te spreken. Denk groot, start klein.